Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Idris van Arbeertjes en jullie kennen deze wel, Mickey Mouse van Disneyland Parijs. Maar we gaan het vandaag niet hebben over Disneyland. We gaan het hebben over de kerenbaan van Bellewaerde in België. De kerenbaan gaat namelijk over ongeveer 194 dagen weg. Dus we hebben nog 194 dagen voor in die achtbaan te gaan, want anders is hij voetie weg. De achtbaan, de keverbaan, gaat wel 8 meter hoog. En het was 360 meter lengte. En het gaat wel 36 kilometer per uur. Er kosten ook 630 mensen per uur in de achtbaan. Dat is eigenlijk heel veel. Maar het was per uur. Dus als jij het uur daarna was, ik heb niet allemaal opgehouden. Het bouwjaar, dat is een goed jaar, denk ik. Het bouwjaar is in 1981 is de keverbaan geopend. Geplaatst in Bellewaerde. En toen stonden er best weinig attracties. Maar de keverbaan was een van de eerste. Laten we voortgaan naar het volgende. De attractie gaat 2 rondes. Dus als er weinig mensen staan, dus weinig in de rij, dan kan je wel 2 rondes doen. Zo gelijk je wacht daar 5 minuutjes, kan je 2 rondes doen. Zo gelijk er staan daar mensen en je moet aanschuiven van 1 uur, dan is het jammer genoeg 1 ronde. Dus goeiedag. Want ik zal niet denken bij 1 uur dat hij 2 rondjes gaat. Kan wel, maar nee. De achtbaan lijkt ook een beetje op de attractie Victor. Of nu Like Me, rollercoaster in Plopsaland te pannen. Je moet 1,20 meter zijn om er alleen in te gaan. Dus als je 1,20 meter bent, ik ben 1 meter zo, 1 meter meer dan, groter dan 1,40 meter. Dus ik mag er alleen al in. Behalve bij de video van Bellewaerde. Heb je die al gekeken? Nog niet? Ik ga na deze video om gaan kijken. Zo gelijk, Ias was dan de cameraman. Waar was ik nu? Ah, hier. Als je lager dan 90 centimeter bent, dan is het helaas, dan mag je er niet in. Dus ja. Wacht. 90 centimeter. Ah, yes. Dat was het. Tussen de 90 en de 1,20 meter. Wacht, tussen 90 centimeter en 1,20 meter. Moet je met een ouder. Sorry voor de onderbreking. We gaan voort. In de plek van de familieachtbaan komt er een waterattractie. Maar in het park kun je altijd het karretje zien. Of wanneer ze het weghalen, dan zie je het nooit meer terug. Maar nu kan je in het park een stukje van de kar zien. Misschien gaat het hier ergens in beeld staan, misschien ook niet. Dat maakt niet uit. We zullen het op de voorkant misschien zetten. Ik weet niet meer, ik kan het vertellen. Misschien kan het wel gewoon niet. Maar ja. Op de voorkant zou ik, de voorkant van de video, zou ik een plaatje plaatsen van de keverbaan. En ja, iedereen gaat de keverbaan missen, want ja, het is zo een mooie attractie. Je kan het altijd wel terugvinden in Plopsaland te pannen, de Like Me rollercoaster. Dan moet de karren veranderen en de baan. De baan niet, want de baan is bijna hetzelfde, alleen een stukje anders ingedeeld. Zo gelijk, als je nu in de achtbaan gaat, vroeger had je altijd zo versieringen zo van de kevers. Toen had je daar keverdingen staan. Nu zijn de keverdingen al weggehaald, dus ja. Hopelijk vonden jullie het leuk. Like en abonneer. En ik ga vertrekken met Mickey Mouse naar Plopsaland. Zaterdag komt er een video op van voetbal. Of zaterdag gaan we een video maken van voetbal en een andere dag komt hierop. Dus
blijf zeker kijken. En bedankt voor het abonneren, hè. Doei! Thank you.